Het begon als een profielwerkstuk voor het VWO, maar het eindigde als een documentaire. Tom Dik uit Assen reisde het afgelopen jaar tientallen keren naar de Veluwe voor het antwoord op één vraag. Waarom zijn grootouders een Joodse onderduiker in huis namen? Deze wel even. Even zien. Ja, dit is het gezin van mijn overgrootouders. En dan, dit is volgens mij bij een 25-jarig huwelijksjubileum. En dan is dit mijn overgrootvader en dit is mijn overgrootmoeder. En zij is op deze foto is 25 jaar getrouwd. Dus zij is 45, want ze trouwde toen ze 20 was. Dus ja, als je zo ziet, dan zou ze ook 60 kunnen zijn. Maar dit is dus haar gezin. Ik ben hiermee bezig, omdat mijn overgrootouders hebben vorig jaar postuum de Yad Vashem onderscheiding gekregen. Dus ja, en toen is het balletje gaan rollen. En toen op een gegeven moment kwam er steeds meer boven water. En toen dacht ik van, nou ja, dit is mooi om een documentaire over te maken. Dochter van de heer Jan van Veen. Zoon van de heer Aalt van Veen en Aartje van Veenbakker. Ja. Voor deze film ben ik hier dus geweest in Zwartebroek. Met mijn moeder ga ik naar haar broer, mijn oma Aalt. Die tegenwoordig op de boerderij van mijn opa en oma en mijn overgrootouders Aalt van Veen en Aartje van Veen Bakker woont. Ja, dus kijk, en ja, dit huis. Dat is echt... En ik ben ook naar de archieven in Nijkerk geweest, in Barneveld, in Rotterdam en in Amsterdam, om allemaal informatie op te zoeken over mijn familie, maar ook over de familie van Ronnie de onderduiker. En ik ben natuurlijk naar Ronnie zelf geweest. Die woont tegenwoordig in Almere. Dus, Marieke. Nou, dit was even zoeken voor je. Samen met mijn moeder, oma, oma Jan en tante Klaasje bezoeken we Ronnie, de Joodse onderduiker die bij mijn overgrootouders op de boerderij zat. Dit is te leuk. Hoi. Hallo. Hallo, oma Jan. Hey, Jan, man. Hier ook. Dat was het, hè? Ja, het is natuurlijk lastig om je voor te stellen hoe dat in die tijd ging. Putten ligt hier heel dichtbij. Het is natuurlijk het bekende voorbeeld van de Puttense mannen die weggevoerd zijn. Ik heb dus een oom van mijn oom is omgebracht voor zijn verzetsactiviteiten. Ja, dat is wel belangrijk natuurlijk om te bedenken van, we kijken nu terug. Maar het was natuurlijk wel een spannende situatie eigenlijk. Onvoorstelbaar, mensen. Echt. Zo menslievend, dat hou je niet van mogelijk. Mm-hmm. Onvoorstelbaar. Ja. De liefde die ik daar heb ontvangen, dat hou je niet van mogelijk. Echt, dat was fantastisch. Ja. Ja, ook met zijn familie is het heel erg anders afgelopen. Want al zijn opa en oma, zijn tantes, neefjes, nichtjes, die zijn allemaal omgebracht in Auschwitz. Zij heeft 38 familieleden die allemaal omgekomen zijn. Ja, en dat geeft natuurlijk de ernst van de situatie wel aan, dat ze ook echt onder moesten duiken. Want ja, anders hadden zij daar ook tussen gezeten. Toen heb ik dus het archief in Amsterdam en Rotterdam gemaild. En via Rotterdam, ik denk dat jij deze ook nog niet gezien hebt. Dit is een gezinskaart. En dit is Lijp Gelkop. Dus ja. Als het goed is, is dat jouw opa? Dat is mijn opa, ja. Ja. En dit is Schlema, dat is zijn vader. Mijn vader, ja. En die is op een gegeven moment is die van deze gezinskaart afgeschreven. Omdat ja, ik ben gewoon heel veel met familie gaan praten en archiefstukken bezig bekijken. En gewoon die verhalen ophalen, zeg maar. Ook met mijn oom natuurlijk. Wie waren nou mijn overgrootouders? Want jij hebt opo nog gekend. Ik heb opo totaal niet gekend, ook overgrootvader niet. Maar... Nee. Nou, omhaald, dit is dus... dit zijn mijn aantekeningen toen ik naar Ronnie ging. Dus allemaal vragen over zijn tijd in Amsterdam, Rotterdam. Hoe dat nou ging met onderduiken. Maar goed, hij vertelde natuurlijk zelf ook al heel veel. Hè? Dat is degene die jou daar heel veel over uit kon leggen. En antwoorden geven op de vragen die er bij jou waren. Ja. Dat kan ik snappen, ja. Ja, maar met name natuurlijk al die verhalen die hij vertelde. Dat hij hier rondliep en dat hij hier nog een keer bijna de boel in de fik gestoken heeft. En, Ja. Dat opa net op tijd was om de zooi weer te blussen, ja. Maar eigenlijk nog iets uit de oude verhalen van herinneren, ja. Want dat was toch ook wat geweest als hij hier de bom nog in de fik gestoken had. Iets anders gelopen, ja. Ja.